Goedemorgen kinderen van de kindernevendienst van alle kerken. We zijn blij dat jullie er weer zijn en dat jullie vandaag naar ons kijken. Heel mooi. Jullie zien wel, ik heb een zonnebril op. En die zonnebril die zet ik op omdat het verhaal vandaag van Jezus, dat gaat over tot rust komen. En tot rust komen, dat doe ik altijd in mijn vakantie. En dan schijnt vaak de zon en dan moet ik een zonnehoed op en een zonnebril op. Maar ja, met die zonnebril op kan ik het verhaal niet lezen voor jullie. Dus ik zet hem nu af. En dan ga ik het verhaal voor jullie voorlezen. Zo, nu heb ik mijn bril op en nu kan ik weer lezen. En weet je, het verhaal gaat over mensen die zich altijd heel erg druk maken. En Jezus die zegt, dat is helemaal niet nodig. En misschien ken je dat zelf ook wel. Het is bijna vakantie. En dan ben je blij dat je niet meer hoeft te haasten, je tas inpakken, 's morgens naar school, je beker melk niet vergeten of drinken of je koekje. Alles moet erin. Mama, bij mama of achter op de fiets of op je eigen fiets, racen naar school. Dat hoeft allemaal niet meer als je op vakantie gaat. Je kan een beetje tot rust komen. Je hebt minder zorgen. En dat is heerlijk. Nou, luister maar. Elke dag liepen ze door de straten. De druktemakers van de stad. Man, 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 nou, zeiden ze altijd. Ze hadden altijd haast, ze moesten altijd snel. Gek werden ze ervan, zoveel te doen. Een tijd geleden kwam Johannes de Doper naar ze toe. Verander je leven, zei Johannes, hou van God. De mensen zuchten en kreunden en schudden met hun hoofd. Nee, 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 zeiden ze, wat denk je wel? We kunnen niet zomaar, hup, ons leven veranderen. We moeten heel veel doen, we hebben het druk, we hebben geen tijd. Echt niet, ook niet om naar jouw verhalen te luisteren. Ze keken naar Johannes in zijn oude kleren. Rare man, dachten ze, moeten we ermee? En na Johannes kwam Jezus. En Jezus ging ook al overal een praatje maken. Hij ging met mensen eten, hij zat rustig met ze. En hij ging praten over Gods koninkrijk, Gods wereld. Kom er ook bij, zei Jezus tegen die druktemakers. Ga even zitten, neem even de tijd. Maar nee, ze konden niet. Ze waren veel te druk. Rustig zitten en eten, dachten ze. Zonde van de tijd. Nee, we eten wel een boterham onderweg. Dat gaat veel sneller. Ja hoor, dat doen we. Nou, ik denk dat jouw moeder ook zegt, even zitten bij het eten. Ja toch? Deze mensen doen dat niet. Die gaan maar door. Dat is niet goed voor je hoor. Op een dag heeft Jezus al die druktemakers bij elkaar geroepen. Iedereen die moe is. Iedereen met een hoofd vol stress. Iedereen maakt zich zorgen. Ja, nou ja, en weet je wat hij zegt? Doe nou eens rustig. Want bij mij, je mag bij mij komen met al je zorgen. Je mag bij mij komen met al je verdriet. En je mag weten dat God er voor je is. En je mag tot rust komen. Dat heeft Jezus toen gezegd. En hij zegt het vandaag nog een keer tegen ons allemaal. Dus als je verdrietig bent, als je gevoelt dat er niemand voor je is, als je denkt, oh, wat moet ik nog veel doen? Krijg ik dat wel voor elkaar? Denk maar aan Jezus' woorden. Je mag de tijd nemen voor hem. Je mag even met hem praten. Je mag naar zijn verhalen luisteren, zoals vandaag. En tot rust komen. Dat mag van Jezus. Even lekker niks doen. Is helemaal goed voor je. Ik wens je een fijne zondag. En ik denk dat Melody nog een heel mooi lied voor jullie heeft. Dankjewel voor het luisteren. Dag! Wat ik nodig heb, hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De Heer is mijn herder. Ik hoef niet bang te zijn.
optillen.